Afgelopen woensdag, 8 februari, werd het 25-jarig bestaan van de Readytext Kunstgalerij gevierd met een expositie. Op die avond werd de galerij bezocht door kunstliefhebbers, kunstenaars en verzamelaars. De galerij is een plek waar Surinaamse kunstenaars vertegenwoordigd zijn en waar internationale relaties gevormd kunnen worden. Door de galerij krijgen Surinaamse kunstenaars de gelegenheid om regelmatig te participeren in internationale exposities en projecten. Het is geopend omdat er een grote liefde en behoefte aan kunst bestond. Kunstenaars brachten al een gehele tijd hun kunstwerk naar Readytext om verkocht te worden als souvenirs. Maar er was behoefte voor een plek om hun werk naar voren te brengen. Zo ontstond de Art Gallery op 8 februari 1993 op de bovenverdieping van Readytext. De galerij is van 9 tot 24 februari opengesteld voor het publiek.